Ja, nou, radio is natuurlijk eigenlijk een massamedium. Ik denk dat radio een gepersonaliseerd medium wordt, al is geworden, en dat dat steeds verder gaat. Dat we zelf gaan bepalen hoe we audiofragmenten tot ons gaan nemen, via podcast, via de app. En dat draait allemaal om data, dus personaliseren en data. En dat is natuurlijk de kracht van de toekomst van radio. En dat hebben we vanavond gezien. Ja, data is toch heel belangrijk. En je merkt bijvoorbeeld, wat we vanavond hebben geleerd, is dat als je goed naar de data kijkt en goed analyseert, en dan daarop inspeelt, heb je daar ook heel veel aan. Maar je moet het wel de tijd geven, zeg maar. Je moet het niet over een momentopname, maar je moet het wel over een langere periode bekijken. En dat is iets wat ze hier bij BNR zeker hebben geleerd, ja. Ik wist zelf niet dat BNR zo innovatief bezig was op het gebied van podcast produceren. En ik vind het heel mooi dat ze met een visie naar 2022 werken. Met eigenlijk een hele korte termijn doelstellingen die werken. Er ruimte moet zijn voor experimenten. En dat er ruimte is binnen de organisatie om dus ook zelfstandig dat te kunnen proberen. Nou, het viel mij vanavond op dat de vragen inhoudelijk heel sterk waren. Kritisch op hoe wij data inzetten en wat we eruit leren. Maar de vraag die mij het meest is bijgebleven is toch wel de vraag over het aantal vrouwelijke presentatoren. Dus ik vond het heel belangrijk dat ik dat ook heb kunnen benoemen en dat we daar echt wel actief mee bezig zijn. Data is eigenlijk het goud waar je je bedrijf op kan bouwen. Ja, zeker. Ook bij BNR zien we dat dat ontzettend belangrijk is. Niet alleen om te begrijpen wat onze gebruikers interessant vinden, maar ook om te begrijpen wat onze gebruikers juist willen gaan luisteren. En daarom zijn we ook steeds bezig om steeds meer data te verzamelen, data te interpreteren en op die manier ook te leren wat onze gebruikers interessant vinden. Het verhaal van hou focus, laat je niet van afleiden, experimenteer en blijf luisteren naar in dit geval je luisteraars. Experimenteer. En die drie dingen, ja, dat kan je eigenlijk in ieder project wel toepassen. Ik vond het prettig om te merken dat mensen ook echt wel begrepen waar wij mee bezig zijn. Met dezelfde uitdagingen bezig zijn, in hetzelfde veld werken. En heel goed snapten wat onze uitdagingen zijn en wat daarin ons pad is. Ik vond het zeker een mooie avond. Heel erg leuk om zo interactief met mensen om te gaan. En zo in gesprek te gaan over de problemen waar wij tegenaan lopen en de dingen die we hebben geleerd.